Een leuke functie in Photoshop is uitvloeien, ook wel liquify genoemd op zijn Engels. Daarmee kun je vrij eenvoudig hele gebieden van pixels in je foto verschuiven, opblazen of laten krimpen. En sinds Photoshop CC 15.5 is er ook een mogelijkheid om vrij eenvoudig aanpassingen in iemands gezicht te maken. En daarover later meer. Uitvloeien is een destructief filter. Dat wil zeggen dat je de bewerkingen die je doet in een later stadium niet zomaar ongedaan kunt maken. En daarom dupliceer ik altijd de laag. En die noem ik in dit geval uitvloeien. Op die manier kan ik altijd vrij eenvoudig terug naar het origineel. Gaan we naar het filter. En je ziet dan de gewone foto. Links een aantal gereedschappen, rechts een aantal opties. En ik neem eerst even de weergave opties met je door. Je kunt natuurlijk om te beginnen de afbeelding tonen. Nou, dat lijkt me heel handig. Je kunt ook een net tonen. En je kunt de grootte aanpassen en ook de kleur. En je kunt hulplijnen tonen als je die in je foto aan hebt staan. Daarnaast een masker tonen. Als je een masker gaat maken van dingen die niet meedoen. Bijvoorbeeld het masker bevriezen op de kaaklijn. Je zult dadelijk zien waarom. Dan kan ik ervoor kiezen om het masker wel te laten zien of niet te laten zien. En ik kan ook de kleur bepalen. En dan heb je ook nog de optie om het achterscherm te tonen. En dat is eigenlijk je originele afbeelding die dan heel vaag blijft staan. Goed. Wat ga ik doen in deze foto? Ik wil in deze foto de aansluiting van de schouders naar de nek een klein beetje smaller maken. En dat doe ik bijvoorbeeld met zwellen. Je hebt hier de opties voor penseelgrootte. En zwellen is het enige wat het doet um, in de kwast dingen naar buiten drukken. Je ziet wat er gebeurt. In de achtergrond blijft de originele foto staan en in de voorgrond zie je de veranderingen. Nou, als ik het achterscherm dan weer uitzet, dan zie je wat er gebeurd is. En omdat ik nu een maskertje heb gemaakt op de kaaklijn, gebeuren daar helemaal geen veranderingen in. Want als ik bijvoorbeeld bij het oor zit, dan zie je dat er niks gebeurt. Ga ik het masker nou bijvoorbeeld uitzetten, ga ik het ondooien en ik ga dan met zwellen verder aan de slag, dan zie je dat bijvoorbeeld het hele oor en de kaaklijn wel meegaan. Gelukkig heb je ook de tool reconstrueren en kun je dit weer ongedaan maken. Zoals zo vaak zijn er in Photoshop meerdere wegen die naar Rome leiden. En gebruik ik voor de andere schouder vooruit verdraaien. En wat ik daarmee doe, is eigenlijk gewoon naar binnen drukken van de pixels. Hoe en wanneer jij het toepast, mag je zelf bepalen. Pas er wel mee op dat je er niet mee doordraaft, want je kunt met het filter namelijk ook te ver gaan. Persoonlijk houd ik de aanpassingen vrij klein, als ik ze überhaupt al maak, maar voor dit filmpje gaat het er nu om om te laten zien wat er kan. Want vanaf nu af aan is het ook mogelijk om aanpassingen te maken in het gezicht. Photoshop is tegenwoordig intelligent genoeg om te herkennen wat ogen, neus, mond en vorm van het gezicht zijn. Wanneer je de tool gezicht selecteert, dan zie je dat er twee boogjes omheen komen. Heb je nou een foto met meerdere gezichten, dan komen er ook meerdere boogjes, want Photoshop herkent gewoon de verschillende gezichten. Ik klik de weergave-opties even dicht en ik pak een gezicht uitvloeien erbij. Je ziet hier bijvoorbeeld gezicht nummer 1. Nou, heb je dan meerdere gezichten, dan kun je hier dus de verschillende gezichten selecteren. Als eerste heb je onderaan de gezichtsvorm staan, waarbij je bijvoorbeeld het voorhoofd een klein beetje kan laten zakken of kan laten stijgen. En ook de onderkant met de kin. en de breedte van de kaaklijn een klein beetje aan kunt passen. Alsmede de, de algehele gezichtsbreedte. Maar het gaat nog ne net iets dieper met bijvoorbeeld de ogen. En ook opties voor de neus. En nogmaals, hier uh, kun je natuurlijk helemaal mee doordraven. En dat kan erg leuk zijn als je eens een keer iets moet maken voor uh, een bruiloft of zo. Voor een, voor een kleine sketch. Maar gaat het over serieuze fotografie. Hou dan een klein beetje rekening mee dat je iemand toch wel een beetje intact laat. Vervolgens druk je op oké. OK en gaat Photoshop aan het rekenen om alles door te voeren. Nou, lijkt er veel veranderd, valt op zich wel mee. Je ziet natuurlijk hier de fout onder nog bij de kin. Maar als ik uh, de laag uitvloeien uitzet, dan zie je het origineel en zie je dat er toch best wel een hoop veranderd is.